Ah, Yannick, ze komen omhoog. Oh, chips. Nee, joh. Hey, kijkers, meisjes, nerds. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe modpack. We zijn vandaag weer met de sheriff, Yannick. Hoi. What up? What up? Met je mooie zonnebril. Ja, ja. Die vind ik eigenlijk ook, die zonnebril. Ja, hey, ik slijg gewoon dood. Misschien kun je hem maken. Oké. Nou, Yannick, ik hoorde dat jij hard drives had. Nee, nog niet. Oh, want, je was het nog aan het maken. We hebben nog redstone nodig, helaas. Nog meer? Je had toch redstone? Ja, niet genoeg, helaas. Dus dat wordt nog even de mine in duiken. Of hopen dat er toevallig hier beneden wat zit. Zullen we eerst wat anders fixen? Ja, wat dan? Het lava hier in de nether. Oeh, ja, kijk, dat is een goeie. Zorg dat, ja. Als jij hem even, zet jij hem even goed hier neer, zo? Nee, hier, even dit ding neerzetten. Ja, zet jij die pomp maar neer, dan weten we zeker dat het goed komt. En weet je wat het is? Als we dit gaan fixen nu, dan kan die ding eens full chargen met energie. Klopt. En ik ben wel benieuwd wat ik verkeerd heb gedaan eigenlijk. Als dat ding ik heb vol hem zit, staan. Moet ik ook meekomen? Ja, kom maar mee. Ik heb volgens mij helemaal niks verkeerds gedaan. Maar ja, het zou aan mij kunnen liggen. Ik heb volgens mij alles goed gedaan. Ik weet het zeker bijna. Maar ja, als we dit klaar hebben, dan kunnen we in ieder geval weer die pomp aanzetten. Dan kunnen we in ieder geval die grote vierkante kubus even vol pompen met energie. En dan kunnen we ook meteen die computer aan de gang zetten. En dan moeten we eigenlijk iets vinden waardoor we dus unlimited energy kunnen krijgen. Ja. Dat is ons volgende dinges. Ik vind het gewoon sowieso stom hoor. Dat eigenlijk die pomp hier in de nether, dat die niet gewoon in één stuk doorpompt. Maar ja, dat... Ja, dat is wel een beetje raar. Ja, toch? Ja, dat deed hij altijd wel in de oude modpacks, maar helaas... Nu moet je hem helemaal opzij schuiven. Dat schiet er niet op. Kijk maar, ik heb hem gewoon keurig hier aangelegd. Ik heb echt helemaal niks verkeerds gedaan. Oké. Even kijken. Maar kijk hier, die pomp die is gewoon goed. Die zit vol. Dat andere ding zit daar ook gewoon... Misschien even het dak wat hoger maken. Ik heb nog wel cobblestone. Kijk maar, het ziet er allemaal gewoon goed uit. Au. Oh. Zie je? Ja, het ziet er... Wacht even. Dat ding staat gewoon... Ja, dat ding dat... Moet er niet een lever naast die? Oh shit, pas op. Mappen die had. Ik heb hem weg. Maak er even een nieuw dak op. Zo. Dat ook weer gedaan. Zo. Ja, mooi. Oké, deze dingen, die staan niet aan. Trouwens, toch? Jawel, kijk maar, er zit gewoon stroom in. Oh, maar normaal dan gaan ze toch heen en weer, je weet wel zo. Maar dat is het probleem niet. Kijk maar, er zit gewoon overal stroom in. Ja, zit vol stroom. Die heeft ook stroom. Ja, dat ding dat krijgt gewoon geen energie. Wacht even, ik pak even deze lever. Even kijken of we daar iets mee kunnen. Oh, hij ligt er nog. Volle inventory. Ik pak je koppel wel. Ja, deze die hoort gewoon te gaan. Ja, toch? Hij doet het niet. Ja, dat is een beetje gek. Wat nou als ze hem stuk maken? Oh, dan zit de lava onder. Dat is wel gevaarlijk. Oh, dat kan ik niet weghalen. Wacht maar, kom maar. 1, 2... Hop. Ja, nice. Oké, en plaats je er nog wel even een blokje onder, ja. Jij hebt hem. Jij hebt hem in je inventory. Oh ja, ik heb hem. Ik zie hem. Daar ook nog even voor de veiligheid. Mooi. Even kijken, shift. Maar raar, hè? Ja. Kijk, alles zit vol stroom. Enige wat geen stroom krijgt, is die Ender Thermic Pomp. Die krijgt geen stroom. Ja, dit is wel een beetje gek, dit. Pomp? Kijk. Ja, die zou het gewoon moeten doen. Ja, kunnen hem ook niet omdraaien of zo. Oh, hij ging er bijna. Hij ging echt helemaal bijna. Zo, nou, plaats hem. Boom. 0 RF. Kijk, mag ik die tank? Hier. Ja, dat klopt niet helemaal, denk ik. Ik denk dat we hier wat probleempjes hebben met dit ding. Ja, maar wat? Niks. Nou, dat weet ik ook niet. Ik heb hem ook gewoon aangezet, dat hij gewoon altijd aan moet staan. Dus... Oh, ik zie het al. Wat dan? Je hebt een die hier, oranje. Het is toch oranje, nee, wit, het oranje. Moet drie oranje zijn. We hadden 3 oranje. Oh, oké. Maar het is nu gewoon dat de pomp geen power krijgt, dus dat is... Ja, ik weet niet of we daar nu wat aan kunnen doen op dit moment. Ik denk dat dat wat investigation nodig gaat hebben. Als we die nou eruit halen, nog een keer plaatsen. Ja, maar deze pomp, dit is ook een pomp, hè? Ja, nee, en die pomp nu niks, want er staat niks onder. Nee, maar zet hem nog eens een keer weer neer. Oké, nu is die groen. Ja? Nou, die ja, daar komt niks in, want die moet aan. Komt er wat van? Ja, kijk, die gaat. Nu deze nog even. Ja, maar kijk wat die doet. Ja, kijk, deze die doet het, alleen deze niet. Ja, dat is niet zo mooi. Maar hoe kan die magmatic dynamo het niet doen dan? Ja, die hoort het gewoon automatisch te doen op dit moment.
Ja, die werkt niet op deze. Dat weet ik sowieso. Ja, ik denk dat we gewoon verder moeten gaan met het ME-systeem, want we kunnen hier wel gewoon blijven staan. Volgens mij is die kapot. Maar ja. Ja. Ja, we moeten er nog maar even naar kijken, denk ik. Hoe raar is dit, hè? Houd het nog even dicht. Ja, dat is wel raar. Oh, even alles dicht voor de zekerheid. Oké. Okay. Ja, gaan we weer terug. Dit had ik dus ook, dit probleem. Ja. Nee, gaan we terug. Gaan we gewoon die ME-systeem maken. Moeten we wel echt even iets gaan bedenken voor stroom. Die olie kunnen we ook in gaan zetten. Nu. We moeten eerst gewoon even zorgen dat we de redstone vinden. Dan kunnen we de drives maken. Ja, dat dan is kunnen we alvast items erin gooien. Dan kan hij aan het werk. Want dat hele ding doet niet zonder stroom, hè? Nee, klopt. Dus wel een beetje maar ja, we kunnen nog wel even overleven met wat we nu hebben. Ja, maar niet zo lang meer. Toch wel de boel zo netjes mogelijk. Wat zou dan de volgende manier van stroom... een hoed. Ja, gaat toch niet naar beneden van. wat zou dan een betere manier zijn voor stroom? We kunnen in principe gewoon solar panels maken. Oh ja, kunnen... ook nog. Oh, pas op, bed. Ik zie hem, ik spring door. En we kunnen kerncentrale gaan bouwen. We kunnen een big reactor gaan maken. We kunnen solar panels maken, dat is op zich niet zo gek. Mm-hmm. Wow, een ender creeper. Oh shit. Oh, ik werd er gewoon twee keer opgeblazen, maar ik leef nog. Holy moly. Doei! En we weg hoor. Gewoon doorlopen hoor. Gekke, nee, niet omkijken. Wat is het? Een nether creeper. Zo, ik ben weer veilig. Oké, nou dan moeten we redstone gaan zoeken. Ik weet het anders ook niet. En dat stomme ding doet het gewoon niet. Nee, helaas. Oh ja, is hier ook allemaal oranje. Naar de achteraan, daar zit een gigantisch groot gat. Daar zou eventueel wat spul in kunnen zitten. Mm-hmm. Ik ga gewoon die kant op. Ik ga daar ik ga wel ergens anders kijken. Oké, nou, als we maar redstone voor Jannik vinden. Oké, jij gaat daar. Maar heb je geen één systeem al kunnen maken dan? Nee, ik heb nog helemaal geen drive. Jemig. Oh, en er staat een creeper bij ons huis, dat is niet zo mooi. Even kijken. Oh ja, we hebben in het huis hebben we ook nog zo'n stripmine. Daar ga ik wel vinden. Oh! Nice! Ik heb een nieuwe hoed. Oh, nice. Ik dacht even, hij heeft er nu al redstone gevonden. Nee, een appelhoed. Maar hij heeft weer zo'n stomme oude hoed gevonden, hoor. Ja, zo'n appel op je hoofd waar een pijl in zit. Oh, nice. Die is wel funny. Kijk, ik moet even wat hebben, zodat ik het hier... Oh, ik heb helemaal bijna niet eens meer een pickaxe. Hoe vind je dat? Dus dat wordt leuk. Ik heb niet eens hout bij me. Ik kan alleen maar in de open ruimte zoeken naar redstone, dus. Ja, ik heb hier ook nog niet zo'n succes in deze mijn. Ik ook niet. Het is nou helemaal Normaal vind je redstone echt gewoon altijd, gewoon heel snel. Ja. Maar heb je het een keer nodig en dan vind je het niet. Nee, maar het is altijd zo, toch? Ja. Er zit hier een Enderman, moeilijk te doen, jongen. Hoi meneer Enderman. Doeg meneer Enderman. Oh, dat kunnen we ook nog gewoon een keer doen, de draak verslaan. Oh ja, de Ender Dragon. Die bestaan natuurlijk ook nog. Ja. Ik ga sowieso eerst een nieuwe pickaxe maken. Dit is echt gewoon een onbegonnen missie zo. Echt raar dat als je redstone zoekt je het niet kan vinden, speel gewoon Minecraft. Ja, ik vind hier nu wel allemaal goud en zo. Ja, en dat als je goud nodig hebt, dude, vind je geen goud. Dude, ik vind diamonds. Echt? Ik vind hier nu gewoon diamonds. Nice. Geen redstone, kom op zeg. GG. Maar er zit diamonds. Er is nog een dense diamond ore ook, hè. GG. Maar er is nergens redstone hier, heb je al alles gezocht? Nee. Ja. Ook in die kisten? Ja. Hé, ik ben nu van 3 naar 15 diamonds gegaan. Netjes. Dat is alweer mooi. En nu nog redstone. Kijk zo, ik heb weer een pickaxe. Er zit helemaal geen redstone in, ook niet in die kisten daar beneden? Nee, ik kon het niet vinden. Dat is toch ongelooflijk. Nou, dat dacht ik ook. Die quarry heeft al zoveel lopen hakken. Maar hij neemt wel redstone mee, toch? Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat hij misschien nog niet laag genoeg is gegaan of zo. Ja, maar hier zit ook de oude quarry in, hè? Ja, oké. Okay. Ook nog. Ja, dan hebben we het misschien gewoon allemaal opgebruikt. Ik ga gewoon nog één keer dit gat hieronder in. Jodiju. Oh, wacht! Hier zit misschien nog iets. Ik heb een ideetje. Oh, redstone. Ja? Hoeveel? Weet ik veel, ik ben er net. Oh. Oh, je hebt het gevonden onder de grond. Ik dacht dat je in de kisten zat. Nee, onder de grond. Hoeveel redstone moet je hebben? Half stack sowieso. Ik denk wel iets meer. We kunnen voor de zekerheid beter een stack minen. Een stack. Ik heb er nu 4. Is beter dan niks. Yup. Ja, ik heb er nog 2. 2 nog maar? Ja. Ja, ik heb nog niks gevonden nu. Ah, weer goud. Nice. Jongen, wat is dit nou? Ik heb ook goud. Ik serieus. Waarom vinden we geen redstone? Bijzonder joh, dat je gewoon bijna meer diamond vindt dan redstone.
Ja, zelfs meer diamonds op dit moment. Ja, dat zeg ik. Meer diamonds dan redstone gewoon. GG. Ik zou even deze source water dichtgooien. Dan komt deze source. Ja, ik denk dat ik gewoon even een cave moet vinden. Kanonnen! Wat, ben je bij die watersource? Ja, nou, hier komt een, van één dingetje van water komt een gigantisch meer uit, joh. Kan je gewoon zwemmen. Misschien kunnen we er dan gewoon een zwembad van maken onder de grond. Tja. Hoeft het ook niet weg te halen. Nou, ik hoef geen zwembad. Even kijken, daar... Ja, ga dan maar redstone zoeken. Even kijken. Oh, ik kan je alweer zien op de map. Nou, dat is een... Oh, ik heb een cave gevonden. Misschien hier... Oh, en ik heb redstone. Nice. Zit alleen naast de lava. Even oppassen hier. Ik heb 14 redstone. Nice, ik heb hier wel wat gevonden. Oh, ik zit ook onder de lava. Bijna dood. Wat een safe. Waar bemoei je nou weer mee, skeleton, joh? Ik zoek alleen maar wat redstone. Ik laat jou verder met rust. Oh nee, de lava. Oh shit. De lava eet bijna al mijn redstone op. Oh jee. Hij had honger. Oké, ik denk dat ik wel genoeg heb. Ja, heb je genoeg? Ik heb er 14. Ik heb 39. Ik heb 14. Is dat genoeg? Vast wel. Even kijken hoor, hier nog misschien. Oh, ik heb nog meer gevonden, dus dit komt wel goed. Oh, moet ik alleen weer helemaal omhoog graven nu. Bijzonder jongen, dat redstone zo pittig is om te vinden. Ja, ze laten nergens op. Nee, dat snap ik ook niet, nee. Ja, waarschijnlijk hadden we gewoon wat ongeluk. Ja, maar kom op redstone. Oh, wacht eens even, dit is een mooi... Oh, ik heb olie gevonden onder de grond. Oh, en nu zit ik erin vast. Oh. Oh, niet verdrinken. Oh, nee. Oké, ik ga hier snel weg. Ik ga hier wel langs naar boven. Oeh, ik ga hier even kijken nog. Dat is echt wel het mooie van zo'n minimap, dat je gewoon kan zien waar je heen gaat en zo. Ja, je kunt ook gewoon de cave zien, dat is het mooie. Ja. Anders had ik die redstone ook niet gevonden. Dan moet je wel goed inzoomen, maar... Nou, ik moet nog 30 blokken omhoog en ik kan de drives gaan maken. Nice. Hier, lead ore konden we ook niet vinden, vind ik ook gewoon nee, lead klopt. Ore. Zo bijzonder jongen, dat redstone zo pittig is, hè. Oeh, dat is weer lava. Eigenlijk moet je gewoon een mineshaft vinden, die zit er vol met redstone. Ja, klopt. Gewoon een goede mineshaft, gewoon boom. Maar ik weet niet of die hier wel in zit, dus 1.7 toch? Ja, mineshaft zit er wel in, alleen ik denk niet dat wij er nog eentje hebben gevonden. Ruby ore zelfs. Geen redstone, wel ruby ore. Nou, kom naar boven, want dit is echt gewoon een onbegonnen missie dit, joh. We gaan straks al die quarries aanzetten, joh. Die maken gewoon alles kapot hier. Ik ben er gewoon nu wel klaar mee. Alle quarries aan en gas erop, hoor. Misschien, waar het nog in kan zitten, is dit kastje hier van waar die robot in zat. Alleen ik weet niet waar die is gebleven. Weet je wat ik bedoel? We hebben die mine turtle toen aangezet. Oh ja, 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 ja. Misschien zit daar redstone in. Ik heb geen idee waar die staat, maar volgens mij staat die onder die trap. Ik ben nu even aan het zoeken waar die is. Mine. Als daar nu in één keer een paar stack in zit, dan ben ik er helemaal klaar mee. Ja, zul je zien hoor. Is altijd zo. Ah, ik heb de kist gevonden. Even kijken. Ah, oh, 55 redstone! Echt? Yep. Oh my god. Ik heb het gezegd, hè? Fuck. Nou, kom ik voor niks mijn mine uit. Ik ben nog steeds niet boven. Het duurt allemaal veel te lang, dit. GG, gerekt bij een mining turtle. Dankjewel, turtle. Nou, we hebben het tenminste, dus daar zijn we ook weer klaar mee. Dat is waar. Even kijken, hier kan ik hier omhoog? Ook niet. Ik ga gewoon hier een trap maken, ik vind het helemaal goed. Ben je boven? Bijna, ik zit op laag 81 al. U mag. Steeds niet boven. Oh ja, ik ben boven. Ik ben ook boven. Ja, ik zat helemaal omhoog te minen bij die berg waar ons huis op staat. Ja, dat is niet handig hè, Harry. Oké, ik ben er. Hop. Ik ook. Ik denk dat ik meer redstone dan jou heb. Ja, dat zou me niet. Nou, ik heb 68. Hier. Ik heb 69. Ah, kom op zeg. Ja, verschil moet Oké, even kijken. MI storage drive. Oké, dan moet ik nog één van deze maken. Zo, dan die in het midden. En dan nog wat... Oh, kun je nog wat kwartsglas gaan maken? Want dan moet je die kwartskristals dan in de pulverizer? Volgens mij moeten we dan... Ja, dan hebben we van dat kwart... Oh, we hebben hier nog kwarts, dus laat maar. Ja, ik heb het er nu in. Maar wat ik niet heb is glas.
Ja, dat moet ik er ook nog even in doen dan. Even kijken, zand. Ja, volgens mij heb ik hier net ergens glas aangezet. Nee, nee. Zo, staat aan. Dus het wordt ook gemaakt. Nou, het recept staat klaar. Heb je het al? Nee, ik heb het recept er alvast in gezet. Yep. We hebben alleen maar 4 glas, dus het is niet zoveel. Glas komt eraan. Heb jij ook niet de hele tijd last van een vol inventory? Ja, de hele tijd. We moeten straks backpacks weer gaan maken, joh. Even kijken, 17. Ja, ik denk dat ik genoeg heb. Hier, nog eentje. Ja, ik heb genoeg. Volgens mij wordt hier ook glas in gemaakt, toch? Nee. Oh, ik niet. Hier wordt quartz in gemaakt. Oh, even kijken, nice. Redstone. Ik ben er mee bezig. Kijk, dan maken we hier ons verdiepingje even mooi af. Oh, heb jij nog plek in inventory? Want deze drives die stacken niet. Ja hoor, ik heb nog wel plek. Ik dump ze hier gewoon op de grond. Hou ik ze even zo op. Zo, wat een... Moet je kijken joh, wat een ruimte hier in één keer. Dit wordt wel vet, Jannik, denk mm-hmm. ik. Alleen moeten we Lars nog even flink aan het werk zetten. Ja, klopt. Je hebt de drives, je kunt ze in de drive ding doen. Ik zal ze even pakken zo. Ja, volgens mij heb je ze al opgepakt. Nee, volgens mij nog niet. Dus er alleen maar in te gooien. Oh, wel, ja. Perfect. Kijk eens aan. Nice. 7 drives. 7k items kunnen we dus even storen. Wat als die drive vol zit? Dan stoort hij toch helemaal niks meer? Nee, dan stoort hij niet meer. Weet je wat ik ga doen? De boel nou? Aanzetten hieronder. Oh ja, de ME-controller krijgt nu helemaal geen stroom. Komt-ie. Oké. Okay. Ja, de controller... Ja, nu wel. Denk ik. Komt. We moeten even flink wat kool in de oven stoppen of in de generatoren, want blokje we krijgen geen stroom. Blokje voor blokje gaat-ie. Ja, mooi. We kunnen de dingen inzetten nu. Ah, Jannik, ze komen omhoog. Oh, chips. Nee, joh. Wat? Ze zijn naar elkaar aan het uitwisselen. Is hier een trap? Hoe kan oh, dat? Ah ja, je hebt het gewoon hier gedaan. Ik kom even kijken. Hij wisselt naar elkaar uit. Stop, stop. Hoi. Oh ja, ja, ik zie wat je hebt gedaan. Hij moet er van bovenaf op in, zeker. Je moet hier zo. Nee, je moet hier een iron pipe doen. Dan op gaat deze, die... bij die kruising. Want anders dan gaat het hier een rondje doen. En nu gaat hij, ja, nu gaat de helft gaat weer terug de hele tijd. En dan gooit hij eruit, want de kist die zit vol. Dus dan moet je een iron pipe maken. Ja, ik ga al een iron pipe maken. Oh, wat leuk. Transport pipe. Oh, is gewoon glas met iron, ja. Ja. Oh, die is nog handig ook. Die is vet makkelijk. Nou, ik zal even toezicht houden of de blokjes er goed ingaan met deze pipes. Ik hoop dat is natuurlijk het. Even de vraag. Ik hoop het. Als dat goed gaat, dan hebben we het in één keer helemaal goed gedaan. Maar dan hebben we mazzel, want dan kunnen we gewoon de... Ja, dat. Weet je wel? Ja, ja, dat ding. Ja, nee, dan, sorry, dan kunnen we rechtstreeks op de quarry aansluiten. Ik was even dat receptje aan het maken. Oké, ik heb de pompen uitgezet. Dan kunnen die zo weer aan. Komen nu naar beneden. Gaat het goed? Voor nu. Ja, en oh ja, dan moeten we eigenlijk even een screwdriver hebben nu. Waarom? Oh, dan kan je die kant op. Hoe maak je dat zeker? Ding ook weer? Ja. Hoe maak je hem? Oh, dus geen screwdriver meer. Oh, blue dye. Lapis, lazuli en iron. Oh, ik had lapis. Ik heb lapis. Ja, ik denk niet. Ik weet niet of dat een goede screwdriver is. Heb jij een. Heb jij hout? Nee, helemaal niks. Oh, kan ik weer helemaal naar boven? Jongen. Wat een werk allemaal weer. Ik gooi zo'n screwdriver. Oh nee, we hebben een wrench nodig. Dat was hem. Ja, ja. Oh, dat was hem. En dan die van Buildcraft. Wrench. Oh, ik maak wel even heel snel een gear. Dat is niet zo'n probleem. Oké, ik kom zo aan. Even kijken. Sticks. Tuurlijk mis ik weer sticks. Sticks, nice. Heb ik koppel? Ik hoop dat ik koppel heb. Anders kan ik weer bezig gaan. Zo. 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 Oké, ik heb een wrench. Ik weet niet of deze pipes gaan werken in die terminal. Ik sta nu klaar om het te zien. Jannik, waar ben je? Ja, ik sta hier ergens bij de... Ik sta onder de terminal. Oké, okay, hier. Ben even aan het controleren. Ja, items het komen werkt, er nu hoor. Aan. Ja hoor. Ja, maar er komen. Ja, die heb ik er net in gestopt. Oh. Oké, okay, houd het in de gaten. Ze komen eraan. Oh, ik sta hier naast je. Oh, ja, hier. Kijk, de eerste die gaat erheen. Gaat hij erin? Oh, dat gaat wel sloom, zeg.
Volgens mij gaat hij er niet in. Nee, klopt. Nou, dan moeten we andere pipes gaan gebruiken. Dat is niet zo mooi. Dan wordt hij er gewoon uitgegooid. Ja, gewoon uitgegooid. Nou, mooi. Oh, welke pipes moeten we dan gaan gebruiken? Waarschijnlijk gewoon de pipes van de mod zelf, denk ik. Welke pipes zijn dit dan? Even kijken, dat zijn van... ME glass cables, denk ik. Ja, ik weet niet. Misschien kunnen we ook thermal expansion pipes doen. En anders dan moeten we handmatig gaan overzetten straks. Oh, die is gek. Echt niet. Ja, een beetje. Nee, dat gaan we niet doen. Even kijken welke pijpen we kunnen gebruiken. Oh, vlees. Het ziet er wel mooi uit. Al dat overplaatsen, jongen. Weet je hoeveel werk dat is? Ja, flink wat. Het is niet efficiënt. Ik dacht, als we gewoon die dingen aanzetten, dan kunnen we gewoon rustig hem naar boven laten gaan. Dan werkt het nog. Zit al... Oh, zit gewoon op 1200 cobblestone in, joh. Ja, dat is het mooie aan dit ding. Dat het gewoon allemaal bij elkaar optelt. Kijk dan. En je kunt ook gewoon dingen opzoeken. Het is gewoon veel chiller dit. Ja, dit is echt ideaal. Dit moeten we hebben. Ja, hebben we toch snel gedaan in 3 afleveringen. Ik denk dat we wel een item duct kunnen gaan gebruiken. Dat zijn deze gekke dingen hier. Ik ga ervan uit dat die werken. Ik denk dat we eerst even een test kunnen doen. Welke? Voor de zekerheid. Welke? Hier, deze dingen. Daar hadden we hier nog wel een paar duct van liggen. Nee, item duct. We hebben hier geen item duct liggen hoor. Oh, dat is fluid. Ja, we hebben alleen maar fluid gehad. Gewoon echt item duct. Dan moeten we gewoon glas hebben met, tin. Yep. Ik heb hier 6 item ducts. Ik kan wel even een test doen of het er überhaupt wel goed in gaat. Nee, wacht even. Ik heb hier heel veel meteen voor je. Huh? Ik heb glas met tin. Waarom doet hij het niet? Huh? Het is toch glas met tin? Ja, denk ik. Oh, het moet wel het moet hardened glass zijn. Nee, je mag toch gewoon glas met glas doen? Dacht ik wel. Nou, werkt niet. Zal ik eens kijken of dat glas wat hierin zit wel werkt? Mhm. Quartz glass, kijk of die dan wel werkt. Nee, niet dat het quartz glass werkt. Nee, ook niet. Huh? Maar gewoon glas ook niet. Nou, dit is raar. Gewoon echt een item duct, toch? Ja. Nou, in ieder geval, ik heb gewoon de opaque item duct, die heb ik. Item duct opaque. Ja, lead... Oh, dan is met lead ingot ertussen maar. Oh, maar lead hebben we nog wel, weet ik zeker. Kijk of het werkt nu. Zo. Ja, oké, die werkt wel. Hier, genoeg kabels. Kijk maar. Oh, kijk eens aan. Mooi. Zou ik ze allemaal gaan plaatsen? Ik denk dat we eerst even een test moeten doen. Voordat we straks weer met kabels zitten die het niet doen. Oké. Nou, ik ga er wel vanuit dat het werkt. We moeten even een kist hebben. Weer vast nog wel liggen. Lege kist. Nee, geen lege kist. Nee. Nou, maken we even een nieuwe. Pak die onderste van die rij. Deze. Oh, ik heb er eentje hier. Hij ligt hier gewoon. Nice. En die wil je er zeker even opzetten hier. Hey, zet hem hier gewoon op. Ik heb hem hier al neergezet. Oh ja, kan ook wel. Als het goed is... Oh nee, kijk hier. Zie je? Dat ding connect al niet met... dat kun je al zien. Dus hij zit hier niet aan vast, zeg maar. Maar dat is toch raar. Ja, dan moeten we denk ik toch van die ME-kabels doen. En ik weet niet of we die kunnen aansluiten op de quarry. Ja, we kunnen een bus gebruiken daarvoor. Ja, deze werkt wel op de quarry. Ja, klopt. Dat is het gekke ervan. Nou, dit is raar. Hoe gaan we dit oplossen dan? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we daar nog even naar moeten kijken dan. Zodat we het zo nu 1, 2, 3 niet weten. Want deze twee pijpen werken al niet. Dus dan moeten we waarschijnlijk een ME-bus gaan gebruiken. Daarmee kun je hem als het goed is wel op quarries aansluiten. De importbus. Ja, ik denk dat hem is. Ja, en dan moeten we... Ja, daar moeten we een sticky piston weer voor hebben. Nou, even een slijmbal vinden. Nou ja, weet je wat? Laten we dat de volgende keer gaan doen. We hebben in ieder geval de boel weer mooi gemaakt. Ik ga even snel deze creeper killen voordat de boel hier explodeert. De computer staat. De computer werkt. Mogen we heel blij mee zijn. Er is opslagmogelijkheid. Dus kijk eens hier. Hartstikke idee. We kunnen het er gewoon ingooien. En het slaat zich allemaal perfect weer op. Dus dat hebben we gefixt. Nu moeten we even zien te zorgen dat Lars er binnenkort is en Giel er binnenkort is. Want dan kunnen we ons eerste gebouw eigenlijk af gaan maken. Dat zou wel het mooiste zijn. Dus ik hoop dat jullie allemaal even op het duimpje omhoog drukken. Vergeet even hierboven niet te abonneren. Check de vorige video en de random video. Tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!